Ah, moi, ça me dit, hein. Et quand il y a une foutelle à votre... Dès que je suis plus pour vous, voilà. Johan, Sébastien Boir, heeft deze stukken componeerd in 1741. De reeds geschreven aria uit klavierbuggen van Anne-Magdalena Bach. En die aria was geschreven in 1721, dus 20 jaar eerder. En hij heeft deze stuk gebruikt eigenlijk voor heel bijzondere momenten, voor een bijzondere vriend van hem. Voornamelijk gezant van Rusland in Sachsen, graf Hermann Karl von Kaiserling. En deze graf, hij had een jonge klavicinist in zijn dienst. En die klavicinist heet Johann Gottlieb Goldberg. En graf had last van de slapeloosheid. En hij hoopte dat door deze stuk, en liet hij Goldberg spelen, en hij hoopte dat hij zou minder last krijgen van de slapeloosheid. En hij liet deze jonge klavicinist heel vaak spelen, en volgens mij had het geholpen. Het is niet bekend of deze verhaal klopt, maar het is heel mooi. Thank you.
Thank you.